Ik ben Monique. Ik ben de partner van Hans. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW. Hans is architect en zijn werkzame leven heeft hij tientallen projecten, vooral op het gebied van woningbouw, gedaan. Ik denk dat het ongeveer 5 jaar geleden is geweest dat wij wel echt dachten dat er iets niet goed was. Hij was altijd al wel wat chaotisch en warrig, maar dat ging wel heel erg ver toen. Dus toen zijn we onderzoeken gaan laten doen in het ziekenhuis. En daar kwam toen inderdaad uit dat hij Alzheimer heeft. Ik vond dat in het begin heel moeilijk, heel erg schrikken. Maar ik denk ook dat het ons allemaal dichter bij elkaar heeft gebracht. Omdat, ja, ik kreeg ineens een stempel. En dan kan je ook niet meer zeggen dat het aan hem ligt. Maar dat hij een reden heeft dat hij soms zo moeilijk kan zijn. We hebben gaandeweg ook nog heel veel goede dingen kunnen doen. En heel erg kunnen genieten van wat nog wel kon. Ik zou zelfs zo ver durven gaan te zeggen dat we in die jaren meer gedaan hebben met elkaar dan daarvoor. Dus dat is ook wel iets moois. De eerste jaren was het heel goed te doen dat Hans hier thuis was en ik naar mijn werk ging. Maar ik merkte wel dat hij het ongezellig vond. En dat hij graag wilde dat hij wat gezelschap zou krijgen. Dus als ik zei, ik ga naar Den Haag, dan zei hij, oh jee, ga je weer naar Den Haag? Toen dacht ik, oei, dat is niet de bedoeling dat hij daar tegenop gaat zien. En nu dacht ik, nou ja, dan moet ik die huiselijkheid wat meer een plek geven. Dus ik heb op internet gezocht en toen vond ik een aantal organisaties, waaronder Vertroetel Je Ouders. We hebben nu een constructie waarin er altijd iemand bij hem is. Begeleiding in huis, zodat Monique naar haar werk kan, zodat ik ook aan mijn eigen carrière kan werken. En ik moet zeggen dat hij op dit moment in hele goede handen is, want hij doet ook nu meer en hij krijgt meer aandacht dan dat hij daarvoor ooit gehad heeft. Dus dat is ook absoluut bijzonder. Peter, die heeft heel veel ervaring in de omgang met dementie, is fotograaf en weet Hans op een hele stoere manier bezig te houden. Dan hebben we Annette. Zij heeft de Rietveld Academie gedaan en doet mee aan allerhande projecten. Zo heeft zij zelf een kleinste museum van Nederland dat ze runt. Sophie is grafisch ontwerper en zij neemt haar hond mee. Dat vind ik ook altijd heel erg gezellig. En zij wandelt graag met Hans. Ze heeft heel veel geduld. Wordt niet moe om alsmaar opnieuw kopjes thee te zetten. En kan heel veel van Hans hebben. Zij herkent zijn associatieve instelling. En zo denkt en werkt zij zelf ook. De begeleiders komen hier 's morgens vanaf 8:45. Dan trek ik met een heel gerust gevoel mijn jas aan en stap op mijn fiets naar het station. Mijn vader speelde heel veel piano. Nou, dat kan hij niet zo heel goed meer, maar hij kan wel helemaal opgaan in samen met een van de begeleiders de hele middag piano spelen. En nou ja, dan merk je ook echt aan hem dat hij daar heel vrolijk van wordt. En dat is fijn om te weten dat ze leuke dingen met hem doen en veel wandelen. Hij kent het park hier om de hoek, binnenste buiten. En hij is in goede handen.